eigenlijk rechtstreeks naar Clarksdale gereden, in één ruk. De lange nacht op het vliegtuig, de lange dag eigenlijk, maar eigenlijk doorgereden tot 's nachts. Omdat we een date hadden in Clarksdale, in de plantage, waar Muddy Waters en Pine Top Perkins, de pianist, onder andere geleefd en gewoond hebben. En om reden dat Luc uitgenodigd was voor een mondharmonica jam camp, om daar één dag komen les te geven. Samen met John Gindick, een mondharmonica speler uit Los Angeles, wat die eigenlijk niet anders doet dan workshops geven in de Hobson plantage. Een oude plantage, je kunt daar gaan slapen als je wilt, er zijn nog shacks, verschillende shacks die te huur zijn, waar dat je kunt je even inleven in het leven zoals dat het ooit voor de arme bluesmannen was. Het is een plaats waar dat onder andere ook Ike Turner zijn mosterd gehaald heeft en nog wel veel meer. Harmonica kamp. Nu, overnachten moesten we dat ook doen, we wouden dat niet in de Hobson plantage doen, maar we zijn naar de Riverside Hotel gegaan. En de Riverside Hotel is een unieke plaats in Clarksdale, Mississippi. Was een hospitaal tot in 1947 enkel voor zwarten, voor Afro-Amerikanen. Het is de plaats waar Bessie Smith naartoe gebracht is toen dat ze op Highway 61, en dat is de verticale lijn waar Luc daar straks over had, verongelukt is. Ze is daar overleden, waarschijnlijk omdat er niet rap genoeg medische hulp was in die tijd. Zwart in 1947 is dat een hotel geworden en eigenlijk hoofdzakelijk voor zwarte muzikanten. Het was een van de weinige plaatsen waar de zwarte muzikanten op doorreis ook konden verblijven. De man Radcliffe, Frank Radcliffe was toen de eigenaar, hij is nu al overleden, is vorig jaar overleden. Maar hij leidt u rond, het is een museum waar dat geblijft zijn. Het is een hotelletje, maar elke kamer heeft de naam van een van de muzikanten die er ooit wel eens verbleven heeft of lange tijd geweest is. Mavis Staples was daar, John Lee Hooker had daar zijn kamer. Je kon in de Pine Top in de Muddy Waters room slapen ofzo. Dus, en elke kamer had ook nog attributen van de muzikanten die er ooit gebleven waren. Want alles mocht er ook blijven van Frank. Iemand kwam daar, die liet zijn tandenborstel en de valies staan. Dat bleef staan en dat was dan veilig. Frank zei, het is home far away from home. Eigenlijk een unieke plaats om te verblijven. Zeker doen, Frank is overleden, maar zijn dochter doet het voort. Diezelfde avond hadden wij de keuze. Deze plaats is de Ground Zero Blues Club. Eigendom van, u wel gekend, Morgan Freeman. Ik ben Morgan Freeman, de acteur. En de burgemeester van Clarksdale. Het is een club die bestond 10 jaar, in 2011. Dus wij konden nog wel naar die party gaan. Maar wij gingen liever die avond naar een juke joint, naar Red's Lounge. We hadden eigenlijk voor de eerste keer echt ondervinden wat het was om in een unieke Mississippi blues shack naar muziek te gaan luisteren. Een mooie plaats in Clarksdale is ook Cathead. Dat is eigenlijk het commerciële centrum van Clarksdale. Als je platen nodig hebt, als je attributen nodig hebt, als je instrumenten nodig hebt, moet je bij Roger Stoller gaan in Cathead. En de dag voordat donker begon te worden, hebben we afgesloten met naar Tutwiler te gaan, voor Luc. Het graf van de legendarische Sonny Boy Williamson, II. II, want die had ook een Sonny Boy Williamson, I. Maar die woonde in Chicago, een paar jaar daarvoor, de jaren 50, 40, 30. En deze man heette Alec Rice Miller. En hij speelde mondharmonica en hij wou toch wel een beetje meer beroemdheid krijgen en zo. En hij had gehoord dat er in Chicago een Sonny Boy Williamson was. Dus dacht hij, en die was ook succesrijk, ik ga die zijn naam gewoon gebruiken en er 2 achter zetten. En dat heeft gewerkt. Hij is absoluut. Qua mondharmonica speler, een van de grote mannen in de geschiedenis van de bluesmuziek. Oké. Okay. Ja, zeg maar. Gaan we nog wat spelen? Ah ja, dat is ook goed. Ja. Ja, dat is goed. Het is een speciaal moment. Er is iemand in de zaal die we tot vanavond nog nooit ontmoet hadden. We hebben ook nog nooit iets met hem gedaan. Maar het is wel iemand die we via Facebook kennen. Speciaal van Duitsland overgekomen naar hier. Het is een gigantisch goede mondharmonica speler. En we hebben hem uitgenodigd om vandaag een paar nummers mee te spelen.
Dus in die zin gaat een ongerepeteerd stukje optreden hebben, wat dat eigenlijk ook continu gebeurt als je in de Verenigde Staten reist, als muzikanten elkaar tegenkomen, spelen ze. Ik zou zeggen, geef hem een daverend applaus, Mario Hemken. Blues Before Sunrise.
can see you on some rainy day. Goodbye now, baby. I'll see you on some rainy day. Well, you can go ahead, my little darling, hey! 'Cause all I want you is to have your way. Tudo simples.